We mogen meteen verder in de plan D. Nou, dit is ook een comfortabele rijtuig. Dit is mijn eerste. En zo zag ik vroeger een keuken uit. Lekker op gas, lekker veilig. En dit hebben ze ook wel opgeknapt als ik zo ruik. Ja, deze raampjes. Zo, kijk deze raampjes. Ja. En dit is dan de andere kant van de keuken. En dit is de plan D. En je kunt hier ook verhalen meemaken. En het is om 14 uur 15. Nou, dan gaan we even het comfort testen van deze trein. Oh, ah. Dit zit prima. Zulke luxe trein zie ik al jaren niet meer. Beter als de SNG. Nou, hier is ook nog een soort waar machinist kan zitten of zo. Een telefoonhokje, de handen toen vroeger in de jaren 50. En hier kun je iets van goederen opgeslagen. Hier heb je een 3D-kopstuur van deze trein, hoe dat er vroeger uitzat. Na de modernisering. Hier heb je ook nog een hokje. Ik denk dat hier ook iets van zoekpersoneel of treinpersoneel hier kan zitten. Nou, lopen we verder. En dat heb ik ook al gefilmd. En hier kan ik niet verder. Hier. Maar dit is van de Nederlandse Spoorwegen. En de maker is van J.J. Beyners. Echt een comfortabele ding. Hebben ze echt mooi opgeknapt. Nou, dan moet ik dat we hier er weer uit moeten.